In het oprichtingsjaar van NAC, 1912, telt Breda niet meer dan 20.000 inwoners. Het leven in de stad is sober en er moet hard gewerkt worden om het hoofd boven water te houden. Buiten carnaval en de jaarlijkse Sinterklaasintocht is er alleen het wekelijkse voetbal om de zinnen te verzetten. NAC is heel succesvol aan het begin van de 20e eeuw. Naast de zuidelijke kampioenschappen van 1924, 25, 27 en 36 beleef de club in 1921 haar grootste succes uit de clubhistorie. NAC wordt algemeen kampioen van Nederland. Op 29 mei 1921 verslaan mannen als Ome, Mertens, Piederiet en Walder Go Ahead met 3-0. De onbetwiste leider van NAC is dan Rad Verleg. Anton ofwel Rad Verleg neemt een speciale plaats in de geschiedenis van NAC. De Rad is op voetbalgebied een fenomeen. Als speler, als trainer en als bestuurder. Niet alleen in Breda, maar in heel Nederland wordt hij geroemd om zijn voetbalinzicht. Als wij naar MVV gingen en we gingen met die bus terug, dan kon hij uren over het voetballen praten, heel die reis. Het was iemand die net zo gek was met de voetballerij als Johan Cruijff. Alleen je kon naar Rad Verleg kon de uren luisteren. Johan Cruijff ben ik nog nooit verder gebracht, 3 minuten. Rad Verleg voetbalt 19 jaar in het eerste elftal van NAC en komt 8 keer uit voor Oranje. In 1931 neemt hij afscheid als speler.